uit Florence, Monte Carlo, Lissabon, Praag, Stockholm, Oslo en Glasgow zijn de deelnemers aan de 19e rally van Monte Carlo vertrokken. Amsterdam is voor het eerst een der voornaamste controleposten. Vroeg in de ochtend van de derde dag komen de rijders hier binnen. Fransen, Engelsen, Zweden, Tsjechen, Zwitsers, Italianen, Belgen, Nederlanders in allerlei soorten auto's, grote en kleine, oudere en nieuwere types. De controle vindt plaats in en buiten de Apollo-hal. De organisatie ervan is bij de KNAC in uitstekende handen. Binnen worden op de routekaarten der deelnemers, onder wie veel dames zijn, de tijden ingevuld en de eventuele strafpunten. Velen zijn zo ruimschoots op tijd gekomen dat ze het er even rustig van konden nemen. Anderen kunnen zich geen lang oponthoud permitteren en gaan er zo spoedig mogelijk weer vandoor. Amsterdam heeft natuurlijk bijzondere belangstelling voor de blokbandtaxi die zich in dit internationale autogezelschap in de voorste gelederen weet te handhaven. Binnen de gestelde tijd komt ook de taxi-equipe zich aan de controle melden om even later vol goede moed voor de tweede keer naar Monte Carlo te vertrekken. Op weg naar Den Haag, waar de rijders zich opnieuw moeten melden voor een routecontrole. Op de Lange Vijverberg, waar hier de controlepost is gevestigd, loopt alles heel vlot van stapel. Dankbaar accepteren de vermoeide rijders de warme dranken die gul verstrekt worden. Door de residentie nu, richting Rotterdam. In Rotterdam wijzen suggestieve borden de deelnemers de weg naar de Grote Maastunnel. In de wagens stuurt men gespannen op de kaarten. Op de prachtige Hollandse autowegen trappen de rijders het gaspedaal steeds dieper in. Met grote vaart razen ze naar het zuiden in de richting van de grens. Met ruim 1600 kilometer achter de rug kan dit natuurlijk gebeuren. Met onverminderde snelheid wordt de machtige Moerdijkbrug genomen. Men zou haast geloven dat ze alleen maar zo hard rijden om ons klimaat te ontvluchten. Maar het zijn de 1400 kilometer die nog resten tot Monte Carlo en die binnen een vastgestelde tijd gereden moeten worden. Aan de grens bij Wernhout komt het laatste oponthoud in Nederland. Maar de controle hier is niet zo streng als die van de rally zelf. Onze douane is ook dit keer vlot en sportief.